In onze winkels en op de webshop hebben we honderden verschillende paren motorhandschoenen. Maar waarom dragen we nou eigenlijk motorhandschoenen en wat doen ze? Ik ben Mark van Motorclean TV en in deze video vertel ik je waarom juist jij motorhandschoenen moet dragen. Een motorhandschoen heeft verschillende functies. Allereerst is het natuurlijk zo dat je met je handen de motor bestuurt. Dus je hebt de koppeling, de rem, je hebt gas. Dus het is van belang dat je goede grip hebt met je motorhandschoenen aan. Daarnaast is het zo dat we handschoenen hebben verdeeld in drie types om het een beetje overzichtelijk te maken. En daar zien we ook gelijk de tweede reden waarom je motorhandschoenen draagt. We hebben een winterhandschoen, een midseason handschoen en een zomerhandschoen. En dat wil zeggen dat die je beschermt tegen de weersinvloeden. Een winterhandschoen zorgt ervoor dat je warme handen houdt en dat je goed gevoel hebt met wat je doet. En waar een zomerhandschoen die geventileerd kan zijn, ervoor zorgt dat je nog steeds comfortabel bent, maar aan de andere kant ook nog steeds veiliger bent. Wat de derde reden is waarvoor je een motorhandschoen draagt. Want tijdens het rijden, zeker op hogere snelheid, als je het stuur vasthoudt, kan het zo zijn dat er steentjes of andere dingen tegen je handen aankomen. En dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je daar goed beschermd bent. Ten tweede, als je onderuit gaat, is het een natuurlijke reactie van de mens om de handen vooruit te steken en jezelf te beschermen. Samen is het ook belangrijk dat aan de onderkant juist de polsprotectie zit. Daarnaast is een motorhandschoen eigenlijk altijd gemaakt van volledig slijtvast materiaal. Dus dat wil zeggen dat als je onderuit gaat, dat er een laag zit tussen het asfalt en je hand. Want je wil niet dat als je onderuit gaat, dat je met je blote huid over het asfalt schraapt. Als we de handschoenen gaan bekijken, dit is dan de winterhandschoen, zien we duidelijk dat er protectie op zit, op de knokkels, op de vingers en op de pols. En die protectie zien we eigenlijk bij verschillende soorten handschoenen op heel veel verschillende manieren terug. Daarnaast is deze voorzien van een waterdicht membraan. Nou, weet je dat je rijdt als het wat slechter weer is, is een waterdicht membraan absoluut belangrijk. En deze is ook voorzien van een voering. Nou is het zo dat een motorpak vaak voorzien is van verschillende voeringen die je in en uit de jas of uit de broek kan doen, waardoor de set af te stellen is voor het bepaalde weer waarin je rijdt. Maar een handschoen, zeker de ervaren motorrijders zullen merken dat je daar echt 2 of 3 of soms wel 4 paar voor nodig hebt om het hele jaar daarmee te kunnen rijden. Want een zomerhandschoen is gewoon een zomerhandschoen, die laat lucht door en is op een bepaalde tijd is die gewoon te koud om te gebruiken. Nou, dan stap je over naar een midseason handschoen, stap je over naar een winterhandschoen en ook daartussen zit weer een hele range aan verschillende modellen. Ook als je quad rijdt of bijvoorbeeld brommer is het aan te raden om met motorhandschoenen te rijden. Zeker door de slijtvastheid zorgt dat ervoor dat je veilig van A naar B komt. Van cruciaal belang bij motorhandschoenen is de pasvorm. Let erop dat een leren handschoen goed aansluit omdat hij wat gaat uitlopen. En dat je bijvoorbeeld in een winterhandschoen juist weer wat meer ruimte hebt zodat je niet te snel koude handen krijgt. We hebben voor de pasvorm een losse video gemaakt die je op onze website kunt bekijken. En wil je weten wat nou de verschillen zijn tussen deze soorten motorhandschoenen? Dan hebben we daar ook een video voor die je onder de subcategorieën in de website vindt. Ik ben Mark van Motorclean TV en bedankt voor het kijken.